Yes, what's up guys? Mijn naam is Paul van Sprundel. Welkom bij een nieuwe video. En in deze video ga ik het met je over hebben hoe je je testosteron kan boosten. Natuurlijk als man zijnde. Nou, de afgelopen tijd zie ik heel veel mensen voorbij komen met testosteronboosters, pijnboompitten, etc. Allemaal fucking veel supplementen om je testosteron te boosten en meer mannelijk te zijn. Mensen proberen je allerlei shit te verkopen terwijl je eigenlijk de meest basic dingen in je leven nog niet op orde hebt om het optimaliseren van je testosteron. Nou, zelf ben ik hier al echt langere tijd mee bezig. Ik denk wel bijna wel 6 jaar met het optimaliseren van mijn testosteron. En dit uit zich ook in een gespierder lichaam en meer haargroei op je lijf. Wat ik veel bij mezelf merk, zeker in deze leeftijd. Ik ben momenteel 23. En ik ga je precies uitleggen hoe ik mijn testosteron optimaliseer om een sterke man te worden en mijn business beter te kunnen runnen. Oké, laten we er gelijk induiken. Alle supplementen die je nodig hebt, slash het zijn niet eens supplementen, eigenlijk de meeste zijn gewoon voeding eerlijk gezegd. Voeding die ik op dagelijkse basis eet, elke dag. Veel eieren, ik zou zeggen 3 tot 4 eieren per dag. Noten, ongezouten noten, rood vlees, kip, onbewerkt eten, voornamelijk gezonde vetten, avocado's, etc. Benen trainen. En waarom ik het heb over benen trainen? Nou, heel veel van jullie guys die voetballen misschien of tennissen of een andere sport en zeggen: nee, ik hoef geen benen te trainen, want ik voetbal, want ik doe X. Fucking bullshit. Je moet je benen trainen en liefst zelfs 2 keer per week. Ik haat het in het begin zelfs ook. Maar nu doe ik het eerlijk gezegd minimaal 2 keer per week. En waarom dit nou zo'n grote invloed heeft op jouw testosteron? Jouw benen zijn jouw grootste spiergroep. En daar produceer je dus ook het meeste testosteron mee. Dus zorg dat je je benen sowieso traint. Zorg wel dat je goede warming-up doet voor je benen, et cetera. Vitamine D. Als je in Nederland woont, raad ik je wel aan om vitamine D te nemen. Zeker in de herfst-wintermaanden, omdat er dan minder zon aanwezig is. Goede kwaliteit slaap, dus 8, 9 uur. Goede slaap, goede diepe slaap, goede remslaap. En elke dag sporten, dat is iets wat ik eigenlijk vasthoud. En hoe sport ik elke dag? Vaak doe ik eerlijk gezegd 3 dagen gym, 1 dag voetbal of 1 dag tennis bijvoorbeeld. Dus ik tennis en ik voetbal momenteel nog. Ik doe 1 vorm van cardio. Dus dat kan zijn tennis, voetbal, dat kan zwemmen zijn, kan padellen zijn. In ieder geval, ik doe vaak 3 dagen gym, dan 1 dag cardio, dan 3 dagen gym en dan 1 dag cardio. Ik haat cardio in de gym, dus vandaar doe ik gewoon een teamsport. En dat is iets wat ik je ook zeker aanraad om daarnaast te doen. Maak je ook vrienden, kan je ook, ja, leuke dingen met elkaar doen en excelleren in het leven. Oké, wat zijn nou symptomen van heel laag testosteron? Moe, je komt heel moeilijk je bed uit bijvoorbeeld. Je bent altijd constant geïrriteerd. Je bent snel op je teentjes getrapt. Je hebt laag zelfvertrouwen. Als je eet, word je sorry. Als je eet, word je makkelijk dik. Je komt hier een moeilijke spier aan. Je hebt een lage seksdrive. Je hebt er geen zin in en je hebt geen boner in de ochtend. Als je niet wakker wordt met de boner in de ochtend, is er echt wat mis met je lichaam als man. Nou, en een verhaal over waarom ik bezig ben met het optimaliseren van mijn testosteronlevels. Ik zag eigenlijk laatst CEO of Testosteron langskomen. Hele goede gast online. En ik zag hem daar iets meer over praten. Ik zag Hamza daar meer over ingaan. Ik zag lotgenoten daar meer over ingaan. Ik zag heel veel mensen online over dit onderwerp. Over het meer man zijn, meer masculien zijn. Ja, en dat is iets waarin ik mijzelf ook zeker nog als man wil verbeteren. Ik heb mij de afgelopen jaren zo erg gefocust op een stukje geld verdienen en financieel vrij zijn van een baan. In ieder geval 10k plus per maand kunnen verdienen, de wereld kunnen rondreizen. En nu ga ik mij meer focussen op, ja, het helpen van jullie guys die kijken naar dit soort video's en die nog misschien niet zijn in een plek waar ze willen zijn. En ik wilde eigenlijk vroeger altijd dat mensen dit soort video's zouden maken voor mij toen ik nog jonger was. Dat ik sneller dit soort dingen had toegepast. Want ik ben eigenlijk pas redelijk laat begonnen met al dit soort dingen. Ik ben pas op mijn 19e echt begonnen met, ja, dit hele gedeelte van testosteron en dat soort dingen. Dat is nu 4 jaar. Ik ben 17e begonnen met de gym. Ik heb eigenlijk altijd gesport, maar ik ben pas later begonnen. En hoe eerder je begint met de gym, hoe eerder je misschien ook je eigen bedrijf kan opzetten of in ieder geval een ZZP ergens kan werken en de wereld kan rondreizen. Dat is precies waarom ik deze video's voor jullie maak en eigenlijk al deze tips met jullie ga delen in deze video's. En wat zijn eigenlijk normale testosteronlevels? Normale testosteronlevels zitten anno 2023 tussen de 300 ng/dL tot 1100 ng/dL. En het probleem is iemand met 300
voelt zich helemaal niet hetzelfde als iemand met 1100. Alleen een dokter zal je vertellen dat hierin alles oké is. En we zien het heel erg terug in de huidige maatschappij. Veel mensen die dik zijn, veel mensen die niet fit zijn. Veel mensen die slecht slapen, slecht eten. Ja, 50 jaar geleden zagen normale levels er meer uit als 700 tot 1600. Besef, dat is eigenlijk een verdubbeling van die 300. Er zijn gewoon heel veel mensen met veel overgewicht. Dus als jij momenteel niet in shape bent en broke bent, vooral als je geen geld hebt, raad ik je aan om te beginnen dus met het stukje shape. Word gewoon een sterkere man. Dan gaat de rest van je leven ook alles een stukje beter, merk ik. Bloedwerk. Nou, zou je je testosteron levels moeten testen? Als je zeker wilt weten of je testosteron toeneemt en je hebt toegang tot de middelen, dan moet je dat zeker doen. Dat is iets wat ik ook ga doen eind dit jaar. Kosten daarvan zijn €40. Nou, ik ga dat persoonlijk doen in Istanbul, omdat ik mijn haartransplantatie daar laat doen en dan wordt mijn bloed ook getest. En wat zie je in zo'n bloedtest nog meer voorbij komen? Is vitamine D. Dat had ik dus gedaan een tijdje terug en daar heb ik een tekort van. Daar heb ik dus momenteel supplementen voor. Estrogeen plus cortisol levels voor een diepere look in je gezondheid. Nou, zelf ga ik deze testen in december te zien. Om te kijken hoe ik ervoor sta en te kijken welke dingen ik nodig heb voor mijn lichaam. Want iedereen heeft een apart lichaam en iedereen heeft een tekort aan dit of dat soort dingen. En ik ben misschien van plan dit zelfs jaarlijks te gaan doen om te kijken hoe mijn lichaam ervoor staat en hoe ik mijn testosteron kan optimaliseren als man zijnde. Slaap. Nou, dat is iets waar ik nooit op heb gesacrificed. Ik slaap liever een stukje langer dat ik fitter ben en gefocust ben dan minder. Dus al die mensen die om 4 uur, om 5 uur opstaan, kan zeker mogelijk. Ik sta zelf op om 8 uur. Ik ga om 11 uur altijd naar bed. Dat is een routine die ik zelf vasthoud. En voor mij nu prettig werkt. Dus ik haal genoeg uit mijn dag en ook genoeg inkomen om het zo in te delen. En je onderneming moet ook zo ingesteld zijn om het leven te kunnen leven dat jij wilt. In plaats van jezelf alleen maar te straffen en alleen maar kapot te maken. Tuurlijk maken we kapot in de gym en in business. Maar ja, in principe doe je dit allemaal om het goede leven te leiden. En als je alleen maar om 5 uur opstaat en de hele dag aan het rammen bent. Ja. Dat raad ik je aan om een tijdje lang te doen, maar dat hou je niet heel je leeg vol. Nou, hoe slecht slaap je testosteron verlaagt. Als je slecht slaapt, maak je slechtere beslissingen. Hoe slaap je dus beter? Dus een donkere, koude kamer en niet eten of drinken 2 uur voordat je naar bed gaat. Het verlagen van je schermtijd voor het slaapgaan. Slaaptools die ik persoonlijk gebruik is een Oura Ring die ik hier om heb. Of blue light blockers. Heel simpele producten. En die blue light blockers kan je dus alsnog wel tv kijken s'avonds als je dat wil. Slaaproutine op een vaste bedtijd naar bed gaan. En wakker worden doe ik persoonlijk met een wake-up light. En zo word ik fris wakker ten opzichte van een iPhone wekker die een heel irritant heeft. En het voordelen van vroeg wakker zijn, of dat nou om 8 uur is, om 7 uur of om 6 uur. Je hebt gewoon meer aan je dag en je bent vaker gefocust. Dus zo wil ik het eigenlijk ook voor mezelf inrichten. Dat ik nu weer iets eerder op ga staan. Ik ga over 2 weken ga ik naar Bali en daar ga ik weer vanaf 7 uur opstaan. En misschien zelfs 6 uur. Kijken hoe dat voor mij bevalt. Omdat ik dan weer een nieuwe omgeving heb, is dat voor mij een stukje makkelijker. Training. Een stukje trainen. Iets wat zeker belangrijk is, overtrainen. Dus als je elke dag naar de gym gaat. Ik ken gasten die gaan 7 keer per week naar de gym of 5 keer per week. En die zijn 2 uur per sessie in de gym. Dat is helemaal niet nodig. 45 minuten tot 1 uur in de gym is meer dan genoeg. Als je gewoon op intensiteit traint. Dus je voelt zelf aan je lichaam of je overtraind bent. Dingen die ik zelf toepas om niet overtraind te zijn, is fysio of Thaise massages die ik zelf toepas. En ook gewoon je rust nemen. Ja, ondertraining is gewoon te weinig training. Dus je wil eigenlijk een balans hebben. Ik raad je aan om eigenlijk 3 tot 5 keer in de week gym te zijn. En 1 tot 2 keer in de week cardio toe te passen. Compound lifts. Ja, focus op bench, deadlift, squat. Als je trainingprogramma's nodig hebt. Zou ik kijken bij Mark Thurston, die heb ik gevolgd de afgelopen jaren. Heeft mij heel veel progressie opgeleverd. En wat ik nu gebruik is gewoon een Gymshark en dan maak ik mijn eigen schema's. Nou, te veel cardio heeft ook een effect op je testosteronlevels en zelfs ook op je haaruitval, geloof het of niet. Dus zorg ervoor dat je niet te veel cardio toepast. Waarschijnlijk vinden de meeste van jullie dat ook niks, dus dat moet geen probleem zijn. Rust plus herstel. Dus ik doe 3 dagen gym en dan neem ik vaak een dag rust. En die rustdag is dan in ieder geval cardio. Het is niet dat ik heel de dag niks doe. Je bent nu een jonge gast, dus nu moet je er ook het meeste uithalen, vind ik. Wat ik zelf ook toepas in mijn training op die rustdagen, dus stretch ik 1 tot 2 keer in de week. Doe ik eigenlijk een 10 minuten video. Full body stretch voor je benen, schouders, nek. Voor betere postuur, dat je er beter voor gaat staan. Oké. Voeding. Welke voeding kan je nu het beste eten voor spiergroei plus testosteronproductie?
Plus een stukje focus. We kennen het allemaal wel als je net boterham hebt gegeten of etcetera, of je iets hebt gegeten en je voelt daarna die dips. Dat is iets wat je wil vermijden. Hoe je dit kan toepassen is dus door intermittent fasting. Dus dan zou je laatste maaltijd zou om 8 uur zijn. Nou, momenteel is dat bij mij om 9 uur. En je eerste maaltijd is in de ochtend pas om 12 uur. Dus je zou tot 12 uur 's ochtends niet eten. Je kan tussen 12 en 8 eten. Je kan het zelf indelen hoe je wil. Ik heb het nu een uur langer gedaan, omdat ja, ik ben nu weer aan het bulken. Dus in principe is het voor mij niet heel noodzakelijk om de hele tijd intermittent fasting te doen, aangezien ik mijn calorieën wel moet behalen. Welke voeding ik hierbij nog meer aanraad: steak, eieren, noten, havermoutpap, fruit, gezonde vetten, avocado's. Geen alcohol, gebruik geen alcohol. Geloof me, als je geen alcohol gaat gebruiken, ga je 10 keer zo snel en succesvol zijn. Ik ben dit jaar volledig gestopt met alcohol drinken. Ik heb 6 maanden niks gedronken. Momenteel zit ik ook weer op 2 maanden streek of zoiets. Geen drugs, ik heb nog nooit drugs gebruikt in mijn leven. In ieder geval geen soft of harddrugs, behalve alcohol in dit geval. En geen verwerkt eten, dus geen McDonald's. Die bevatten dus heel veel transvetten die je testosteron levels kunnen verlagen. Dus geen friet, geen pizza's, geen bullshit. Dus eet gezond. En dat was eigenlijk de hele clue van deze video. Ik hoop dat je superveel waarde hieruit hebt gehaald. En volg me op Instagram, Paul van Sprundel. Of op Facebook, Paul van Sprundel. Abonneer je. Show een like. Show wat support. Dat betekent voor mij heel veel. En dan zie ik je terug in de volgende video. Ciao, ciao.